De lancering van de presentatie en overhandiging van het rapport NCD en MH heeft afgelopen vrijdag plaatsgehad. Het betreft het rapport van de investment case ter preventie en bestrijding van niet overdraagbare aandoeningen en mentale stoornissen in Suriname. De Pan American Health Organization, PAHO, in samenwerking met de UNDP Interagency Task Force en RTI International, zijn in 2020 gestart met een NCD en Mental Health Investment Case in Suriname. Het doel is een evaluatie te maken van de kosten die gepaard gaan met het opschalen van preventie- en controleinterventies voor de NCD's en mentale gezondheid. Onder coördinatie van het ministerie van Volksgezondheid hebben een nationaal en internationaal team gewerkt aan de investment case. De resultaten wezen uit dat de belangrijkste gezondheidscategorieën jaarlijks 2,6 biljoen aan economische en sociale verliezen veroorzaken. Indien de interventies die in het rapport zijn opgenomen worden uitgevoerd, kunnen in de komende 15 jaar in Suriname meer dan 3500 levens gered worden en kan er 2 biljoen SRD aan sociale en economische winst optreden.